Ik ben Axel, dit is Anne en dit is Emma. Wij zijn vandaag de Pasta Bende! En onze vraag van vandaag is... Wat vindt u van de politici in Bulgarije? Staat het erop? Ja? Oh nee, we hebben vergeten dat rek te doen. Oh, donk alles! 1 april! Nee. Onze echte vraag was... Wat is uw beste 1 april grap? Dat is één voor u. Even denken. Goh, dat is eigenlijk een goede vraag. Dat is lang geleden. Goh. Het was iets met een schaar, maar dat weet ik nu niet meer. Ik heb eigenlijk een hekel aan aprilgrappen, dus ik vind dat eigenlijk nooit grappig. Wow, dat is een heel verhaal. De beste aprilgrap. Als ma had mij een keer gezegd dat een hond van de buur had puppies gekregen. Dus hebben we gaan aanmelden. Blijkt dat hij helemaal geen puppies had gekregen. Ik heb eens pret op de deurklinken gesmeerd. En dan gewacht tot ze die vastpakten. Ik heb nooit eigenlijk 1 april grappen gedaan. Ik heb ooit iemand zijn broodje wat zout tussen gedaan. Dat was wel een grappig, dat heb ik zelf gedaan. Hè? Het zijn er eigenlijk 2, dus ik moet kiezen. Ja, ik moet kiezen. Hè. Zeker meneer De Leeuw. Ik zeg, meneer De Leeuw, ik heb daar eigenlijk weinig mee te maken. Ik ken geen meneer. Ja, u moest terugbellen op dit nummer. Dus ik bel terug op dat nummer en ik zeg ja... Ik had graag meneer De Leeuw gesproken. Wie wilt u spreken, vroeg ze. Ik zeg, ja, meneer De Leeuw. Ah, meneer De Leeuw. Ja, die zit momenteel in zijn kooi opgesloten. U bent verbonden met de zoo van Antwerpen. Ik doe niet echt iets met 1 april. We hebben ooit iemand zijn auto volledig met aarde gevuld. Volledig van binnen. Dat is wel grappig. Ik heb een vriendje gekregen op 1 april. Dat was toch wel de grootste grap. Ja, ze hebben gewoon een heel pak bloem aan de Aldi over mij gegooid. Zo van dat bloem in iemands haardroger gedaan, na het douchen, en toen was zijn haar helemaal wit. Ik heb eens een keer aan mijn vriend wijsgemaakt dat ik zwanger was en ik begon echt keer te flippen. En uiteindelijk was het toch niet waar. En dat was het. De beste 1 april grap die ik ooit uitgehaald heb is 's morgens een omelet bakken en daar visdraad tussen doen. En dan op zijn bord leggen. Dan krijg je niet gesneden. Die jong die thuis werkt, die hebben ooit gritselzaad gelaten halen bij de AVV. En hij is erin getrapt. Dat ik een nieuwe fiets kreeg en ik liep heel blij naar de kelder en daar stond geen nieuwe fiets. Zo, dat was het dan. We hebben vandaag heel wat antwoorden gehoord. Tot de volgende keer. Oh, echt waar, dat was het stomste. Oh, echt, hè? Nooit meer. Ik wil dat nooit meer. Ik ook. Ik was een mannetje. Ja, echt. Grapje! 1 april.